Alweer? Ja joh. Echt, ik kom er nergens meer naartoe. Ik was een nieuw boordje aan het maken. En nu ging mijn derde hengel af. Die ik vandaag een nieuwe stekje heb gegeven. De enige hengel die ik vannacht heb gebrengd. En die gaat dus ook af. Dat is mooi. Dat is zeker mooi. Alles kan kapot. Hij zat even door mijn mark heen. Die daar is. Maar toch is hij eruit. Nou, een kilootje of 11 denk ik hoor. Hij deed in het water mee. Klopt. Breed hoor. Ja, hij heeft een dikke rug. Een dikke, wel, kijk, het lijkt een beetje op jou, draai eens om. Hij is vast met je. Kijk, een dikke rug en daar nog één. Ik kom niet eens naartoe aan een biertje drinken. Ik heb dorst. Oh, deze man. Wat een grote bek. Zo meteen schiet hij toch los, jongen. Los. Yo, ik vang vannacht wel even 1,40 en. Oh. Jos gaat bos en dos. De volle bak los. Kom. Hij is echt wel dik. Trek hem. Hij is echt wel mooi. Ja. Hij heeft een dikke pens. Hij is echt wel dik hoor. Ja, lekker. Ja, lekker. Zo, hij is dik. Gaan we even kijken. Een beetje een mooie vis. Zo. Ja. Lekker. 40, 50 kilo denk ik. Lekker. Zo. Ja. Zo. Oké. Ja, dit is hem. Kossel. Okay. Hij is wel dik. Hij is ook mooi. Hij is echt. Wow. Wat zei ik? Ja, het is bijna. Hou stil, hou stil. Hij is inderdaad 16,8 gewoon. Ja? 16,8. Op tijgenoogjes, ze schijnen lekker. Nieuw stekkie. Vanochtend wezen zoeken. Diepste punt wat ik heb gevonden van het water, 6,8 meter. En daar een heel breed stuk aangevoerd. Met de smikkelbiks. Ja, dit is genieten. Wat een vis zeg. Echt mooi. Het water achterna is een mooie vis, 13 kilo. Maar toen zagen we niet dat hij zo hoog was. Echt dik ook gewoon, een dikke tweebuik. Ja. Ja, dit is echt top. Ja, dat is echt fucking dikke schouders erop, hoe noemen we hem? Shoulders. Dat is die dikke vis hoor. Een beetje op zijn baasje. Ja, dus geniet. Dat is een baasje ook. Dus zo, hij heeft wel een hoge rug, gek. Fotootje en dan wacht hij terug. Hey, jongens, één laatste shot. Van een vis, joh. Met de GoPro? Die is wel een hoog beest. Ik ga met de GoPro erachteraan. Hij mag terug. Ja, kom maar. De bakvallers gaan gebroedelijk shot, hè? Oh, bol gelukkig. Jij? Ik zou hem extra grote geven met zijn grote bek. Nee. Top! Duimpjes omhoog. Hey. Shit, wat is gebeurd? Nou, ik zei tegen Wietse, even onzeker, even kijken of mijn hengel nog te staan. Of mijn piepen ze nog doen. Toen kwam ik aan en toen ging dus gewoon middels hengel af, omdat mijn piepen deed. Ziek! Ja, die sound hoorden we niet. Ja, tuurlijk, daar moet je opschieten. Daan is precies aan het uitvaren. Nou, je was halverwege. Hai, hey, kijk, okay, hopen dat hij nog hangt, hè? Je verdient even een bak. Maestro, hij moet niet gekker worden. Zal ik eens even van dichtbij komen kijken? Ja. Heel voorzichtig. Hij is. Wacht. Ah, joh, zo. Hey, je bent de kast toe? Ja, je vingers zijn niet zo. Oké, wacht. Hij is 11,8. Ja. Joh. Hey! Lager. Dat is wel lekker, pik. En ook oranje, dat heb ik niet echt gevoeld. Wat is dat? De bollen van de buurman. Oh! Oké, daar is die jongens. Deze druk te maken. Supermooi visje. Special effect. Super blij mee, eindelijk weer een visje voor mij. En hij heeft een beetje rode vlekken, ik weet niet hoe het komt. Maar in ieder geval, ik had echt 3 kilo tijgers gevoerd en dan ging ik binnen een uurtje af toen ik hem inlegde. Dus dat is een heel goed teken. Ik ga hem gauw weer terugleggen en hopen dat er nog veel horen. Hey, Rob. Hey, Phil. We hoorden net de Wietse die was aan het filmen. En toen ging de Wietse zijn met jou, hoor. Ik ben nu in de markt gekomen. Ik heb hem een beetje teruggekomen. Ja, laat hem gewoon in de boot zitten. En ik heb de krulje helemaal niet achter dat toch wel. Hey, ik heb deze vis wel een keer. Jongens, nu heel genoeg. Je ziet hier de mark, hè? Hij is helemaal wit. Voor mij is maar even wat de moeite het was. Ja, ik wist. Het is echt heel goed. Oh, onder water. Wat een knol. Lekker bezig, pik. Oh, het is. Geef ze een kusje.
Bloep, bloep. Jongens, mooie vissen. Mooie zonnetje. En ik ga gaan zwemmen. Hey, voor jou voor het klassement toch wel lekker. We zijn klimmende. Maar je hebt het klassement ook. Hey, gebroeders van de Schee. Wat een broederliefde. Helemaal op de tuin wel een beetje. Kijk eens, daar gaat hij al. Op raas met vissen. Oh ja, dames en heren. Een nieuw avontuur. De boot kan gewoon niet vollen. Hij was even vergeten dat hij zijn ondereen nog in moest doen. Ja, nou, kijk hoor, dat staat echt helemaal nergens. Die ligt dus bovenop. En ik hoop dat ik alles naar beneden valt. We gaan het meemaken. We gaan het te water laten. Zet hem op. Lekker varen. We zijn aan het koken. Is het zover? Ja. Vertel. Ja. Hangt die? Voor mij wel, maar oh, ja, maar dat eten gaat ook aanbranden. Het zit het beet, jongens. We gaan nu achteraan. Hopen dat het mooi is. Wie hebben we daar? We hebben bakken van een Chitta Fenderski. En met die haak ook in het net vast. Heel hoog. Nice. Ja, jongens, kijk eens wat een fantastische vis. Deze vis zwom zich helemaal vast in de takken, maar ik heb hem wel losgekregen. Zo, ben je het allemaal aan het doen, vriend. Oké, fotootje en terug. Zo, romantisch bij het kaarslicht. Een paar peeltjes, lekker gegeten. En we zijn net klaar eigenlijk. En precies op tijd loopt dat hemmeltje van Wietse van der Zee af. Dit is een mooie timing vandaag, hè? Oeh, Wiet, hoe is het? Ja, goed. Mooie timing. Ja, op zich wel. Twee piepjes, ik zeg, ah, oh, dat meen je niet. Net ook een paar piepjes, dit is brazen. Nou, het is toch al kwart over tien. Toch al kwart over tien, hè? Derde engeltje. Is dat mooi? Lekker pik. Ja, jongens, kom het op niet te stoppen. Niet veel gehad deze nacht. Twee vissen speelt. Chit ook één en meer niet. Ik ga focussen op de drill. Ah, jongens, ik ben er toch klaar mee. Derde speelt de vis van de nacht. Twee vissen, eigenlijk een runnetje. Best een harde run. Ik pak hem op en ik voel niks. Dus dan zat, die zat gewoon nu goed gehaakt. Weer op de een of andere manier. En deze vis. Ik voelde dat hij vast kwam zitten. Dan ging de boot in, kwam die los. Heb ik een stukje op zeeptouw genomen. Echt heel traag. Zo'n dikke vis. En ik was er bijna boven. Zwemt zich vast onder een tak. En ik heb echt een half uur geprobeerd. Maar het mocht niet baten. Hij was steeds meer druk zetten. Die vis zat nog steeds aan. Op een gegeven moment schoot hij los. En ik kreeg ik mijn montage los. Ja. Zo nader, jongen. Het is echt, ik ben er klaar mee. Plus van. Ik heb zelfs met dit onderlijntje al een paar vissen verspeeld. Daan en Chit blijven ze hier allemaal ophangen. Gewoon een wide gape. En een, ja, nu kan je een 15 mm bolletje erop zitten. Niet te lang onderin. Ja, ik ga het wel één kans geven, anders weet ik het echt niet meer. Dan ga ik met de haakmat één vissen als ik die heb. Het, ik weet het niet meer. Kijk eens deze nieuwe richting, boy. Hoe goed verbrand die is. Oh, lekker. Hij is fucking verbrand. Dit is al genieten. Kijk eens. Hoppa. Goedemorgen, jongens. Jij? Mag ik ook eens even kijken? Ik ben helemaal niks, man. Je hebt dat netjes gedaan, jongen. Ja, ik ben trots op je. Zonder in te smeren. Voor Wietse, lekker bakkie. Ja. Wiet. Oeh. Zo, jongens, hij gaat er vol wat voor. Zo. Een sterke vis. Hoor, hey, de centie slippers varen, joh. Ja, kom. Kijk dan. Hij staat fucking hard. Hij staat helemaal niet zo zwaar. Ja, nou, het mooie is, we hebben net de camera aangezet. Om een live run te filmen. Hij staat 1 minuutje aan, hè. Zo. Hij zat 1 minuutje aan. Jongens, ik zie jullie zo meteen. Ja joh. Zo, hij kan het nog, hij kan het nog. Ik denk de afgelopen 5 vis gespeeld. 4 of 5. 3 vanochtend. Nee, 2 vanochtend, 1 vannacht en 2 gisteravond. Nu eigenlijk weer een visie. Die raakt. Ja, heel diep. Jongens, we hebben een nieuwe handtas. Ga ik eens even kilo's wegbrengen. Dan weet je hoe laat het is. Poepen met een viewke. Je kent komt wel door de koffie, toch? Je komt zeker door de koffie. En wat heb jij hier? Ik heb hier een visie. Kijk jongens, eerste van vanochtend. Gisteravond denk ik te raasten om 9:10. Ik ben er wel blij mee. Het is 3 verspeeld. Nee, 5 verspeeld. Vijf verspeeld. Ja joh.
Ik snap het niet. Maar deze had goed gehaakt. Dus, Een vangpercentage van 40-50%. Ja, dat is niet best. Maar hij was mega sterk, vanuit de boot gedrild. Mooie staart en hij mag terug. Oké, okay, lekker. Hey jongens, de Westlandse torpedoschub. Dikke staart, mag terug. Hij oma maar aan een keer. Ah, die komt zo meteen bij mij. Ik zit even in de schip te kijken, moet je eens even zien. Ik heb heel veel met tijgers gevoerd. Hij zat er vol. Kom maar eens even laten zien. Kijk dan. Oh shit. Zo, er zijn er veel in daar. Proef eens even. Ja, jongens, tijgernootkoop.nl. Kwaliteit, kwaliteit. Zo jongens, ik heb er even mijn voertje bijgewerkt. 15 mm bodies, 20 de Rotuna pellets. Een beetje van deze liquid. En dan zit dit het resultaat. Pellets. Ah, stop, zit lekker de schijn van de tijgernoot in. Schijn me goed, zoals je ziet. En met deze crusher heb ik zeg maar een heel groot deel van de tijgers heb ik gecrushed. Waardoor die carpet het zelf niet hoeft te doen. En die geurstoffen eerder vrijkomen. Ja jongens, het is een avondje. Net uitgevaren, hè? Ik zeg hem al, ik ga even 2-3 schetjes opdoen. Kijken of het verschil heeft. Pik, hoe lang ligt hij in? Ja, 10 minuten. 10 minuten. Zieke, 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 zieke. Lekker, jongens. Oh, weer goed. 12,5. Ja? 25 pond. Nee, 13 kilo, gabber. Ja. Ja. Zo jongens, dit is goed voor het vertrouwen. Een kwartiertje op mijn voerstek. Daar heb ik hem uitgerecht. Ik heb weinig bijgevoerd. Ik zei het op de GoPro. Gewoon eens proberen. Twee tijgernootjes. 13 kilootjes. Ja, ik ben hier blij mee jongens. Hele mooie vis. Ja, echt wel mooi hè? Het is bizar dit water. Ik zat de hele nacht een beetje te piekeren. Weinig geslapen waarom die niet afging. Maar het was windstil. Dus zelfs snel een paar keer moerijnen uitgevaren. Niks aan de hand. Nu s ochtends gaat eenmaal waaien en twee runs in een half uurtje. Binnen een uurtje inderdaad. Ja, bizar. Naar de wind. Zo, zo. Daar gaat hij. Aan. Zitten. Ja, we waren net bezig met de vis van Wietse. Hè? Huh? Ja, Pik, hij hangt er net een minuut aan. We waren net bezig met de vis van Wietse. En zoals Wietse al zei, het windje komt op het water. Je ziet het al. Binnen een uur gelijk drie runs, terwijl we heel nog niks hebben gehad. Heel de nacht geblenkt, hè? Ja, bizar. Hé, hey, shit, lekker dan. Ja, hij is lekker lof, gek. Ja, hè? Hij blijft hier lekker onder de luut zitten. Beetje heen en weer. Ja, ik zie wel een schim. Ja. Links gaat hij naar takken. Ja. Ik ben wel zenuwachtig. Nee, ik kom onder die hengels hoor. Ja, dat is best wel. Ja, dat is wel mooi film. Zo. Ah, Wietse amateur. Hij is echt wel dik. Hotsa flotsa. Het valt eigenlijk wel mee. Hij heeft geen buik. Hij is wel mooi op zich. Maar zo doen we dat in mooi haakt, hè? Perfect. Mooi bekje nog. Ja, dit valt echt vies tegen, denk ik. Nou, denk je? 11,5. Precies 12. Je grootste vis tot nu toe. Wat een super mooie schub. Puntje gaaf en wat een gevecht gaf die. Hè? Jullie hebben het op de GoPro gezien. Heerlijk, puntje gaaf, perfect gehaakt. Windje begon op te lopen en dan komen de vissen vanzelf. Eindelijk mijn vierde vis. Dus het gaat steeds beter. Als eentje verspeeld. Dus ik zal mijn richt zo aan iets laten zien. Ik heb er twee gevangen net. En een paar foto's en ik ken die terug. Yes, de broeders. Bijna aan deur. En ze kunnen zwemmen, 12 kilootjes. Heerlijk, we zijn aan het koud. Laat ze maar lekker zwemmen jongens. Die van Wietse gaat sowieso snel weg. Hoppa. Kijk, ze zwemmen. Die onder water, dat klinkt. Ja, daar zien we. Jongens, lekker bezig. Yes. Hotsa flotsa. Yo, maestro. Hoppa. Eindelijk na alle jongens, met alle vissen, ben ik weer aan de beurt. De laatste aanbeet van gisteren. Voelt hij goed? Hij voelt... Ik kan het nog niet beoordelen. Moet eigenlijk boven... Ik ga geen ijsbaan doen. Hij moet al boven de 20 kilo zijn. Als het niet goed voor je gewicht.
Is die goed voor je gemiddelde? Nee, maar met de Ronnie, hè? Hij komt wel makkelijk mee. Ja, hij zwemt mee, hij zwemt mee. Ah, ik ben benieuwd. Het is wel een hele kleine. Ja, laat zien. Ah, dat is nog kleiner dan die van mij. Dat is 2 kilo, denk ik. Ja, 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 ja. 20 kilo naar 2 kilo. Ja, er moet nog een 0 achter eigenlijk. Karma, voor de grote praatjes. Deze die zwom met die grote 20 kilo mee, hè? Hé, hey, chut. Hij zegt de hele dag. Ja, ik heb maar 1 aanmetje nodig vandaag. Ja, 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 ja. Grote praat, grote praat. Grote praat. Oogmoed komt voor de val. Hey, nou, hey, de stek loopt. We draaien, we draaien. Zo, deze is echt een joekel. Hij is wel lekker vluchtjes. Ja, en ik verspil hem tenminste niet. Dat scheelt. Ja, weet. Ik kan er wat van leren. Hey! Oké. Okay. Speelparadijs. Kiss Playground. Zo, het is niet normaal. Het is mooi wel het prijs van de sessie. Maar hij zit zo mooi gehaakt. Kun je het zien? Ja. Het is niet normaal, hè. Perfect in het onderlipje. Op de hond hier. Daar is hij van 20 kilo naar 2 kilo. We hebben even de nul er vanaf gehaald. Hij is over het klassement, hè? Ja, prachtig. Mijn derde vis. Maar de stek loopt wel weer. Ik ga hem lekker zelf in varen, deze zwemmen. Hup, maar zo. Oké. Okay. Chet. Godverdomme, hé. Niet zo schelden, wat is hij? Ja, verspeeld. Nee. Nee, joh. Je begint een beetje op je broer te lijken. Nee, ja. Ah, dat vind ik echt niet leuk. Ah, jongens, kijk eens. 10,6. Hele sterke vis. Op de Old Tuna Snowman. Eindelijk weer de eilandhengel die voor het eerst afgaat vandaag. Dus daar ben ik blij mee. Ik wil met je meer voeren. En een mooie onderwaterbeelden van Chit vanuit de boot. Daar aan het scheppen. Dus mooi teamwork. En mogen we gaan. Hey, jongens. En mogen we gaan. Mooie vis. Kaka. Lietje van de Schee. Hoe is dit niet normaal? Chit te zeggen, heb je net uitgevaren? En ik zit te kijken. Ik denk, ja, dat is wel zo. Ik heb best wel de hengel achter de voerstuk gericht. Een beetje erbuiten, zeg maar. En naar de rechterkant toegevoerd. En 1 minuut nadat ik terug ben van het varen en hij gaat vanaf. Lekker! Wacht even. Doe maar. Ja. Hij is weg! Hij is weg! Kan die, hè? Ja, ja. Twee tellen. Mooie vis. Mooie kleine stoel. Hey! Goeie uitleg, weet je? Jongens, een gaan van de pols is schuk. Jezus! Ik ben er echt klaar mee. Ik ga die snowman gooi ik erop. Ik ga alleen maar mijn bollen voeren, geen particles meer. En ik ga echt ver buiten de voerstek vissen. Zelfs steeds als buiten de voerstek, maar de knollen komen nog steeds. Naast de nachtje waarschijnlijk, dus er moet wat gebeuren. Knollen koning Wietse. Tel nog eens op. Ja, ik vang ze wel. Ja, dat wel. Ja, jongens, je zag het weer een knol op mijn hengel. Vijfde van vandaag. Maar ja, waarschijnlijk de laatste nacht. Er moet even wat anders gebeuren. Ik ga alleen met de 20 mm van tuna's aan de slag. Ik ga geen particles, geen grondbeet, geen pellets. Ik ga niks meer bijvoeren, geen gekruste tijgers. Ik ga in mijn bol doen en dan ga ik mijn hengel echt 4 meter buiten mijn voerstuk krijgen. Hopen dat hij maar 1 keer afgaat dan, maar dat het wel een dikke is. Want voor deze visjes kan ik naar het westen toe. Ik ben op zich blij dat ik wat vang, want die gasten hebben echt veel meer pech met de stek. Maar ik hoop toch wel even een dikke te vangen. En dan gaan we dat eens even proberen. Gaan we uitvaren. Hey jongens, ik ga ook nog 1 backup stek maken om morgenochtend vanaf 5 uur te vissen. Mocht die bak nog niet zijn gekomen. Zie je eigenlijk achter mijn plek in het hoekje. Wil dat de wind gestaan. Heel de dag rustig geweest. Ik ga er 2,5 kilo, was de helft van 2,5, 1,25 kilo ingooien. En dan morgen met een volgooi ik de borrel, 's ochtends een paar uur vissen. Hoop ik dat daar dan een dikke bak aan het wachten is. En anders ja, hebben we er alles aan gedaan. En dan is die echt de dikke niet geweest. Dan gaan we het volgende laten. Goedenavond jongens, je ziet het. We zijn lekker aan het eten. Ik heb hier een kopje soep. En ik heb eigenlijk slecht nieuws. Het is windstil. En wat we hebben gemerkt is, als het windstil wordt, dan vangen we geen ene knoten meer. Geen ene kloten. Dus dat is zonde. En als we minder dan 5 vissen vangen vanaf, dan gaan we dus morgen verkassen. Dus het wordt heel waarschijnlijk verkassen morgen. Tijden staat op 1. Tijden staat inderdaad wel op 1. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen.
ja, we zijn dit water ook wel een beetje zat aan het raken. Het is wel weer leuk om even een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus ik heb ook wel zin in de morgen weer te gaan verrassen. Dus vanavond denk ik alvast een beetje opruimen. En dan morgen er weer vol gas tegenaan. Oké. Ja jongens, het is 10:30. We zijn een beetje kapot. Op zich niet heel druk geweest vandaag, maar we vinden het op zich wel mooi geweest. Het jammer is, het is helemaal windstil. Dus we hebben echt een slecht gevoel voor de nacht. Afgelopen nacht ook gebrengd. Dus ja, de vis die aast heel in volop als het waait. Dat weten we inmiddels wel. Dus hoop op het beste. We gaan lekker slapen. Daniel ligt al sinds 8 uur voor Pampus. Die is even gesneuveld. Maar daar ligt een sneuvelaar. Hoort erbij. Sneuvelaar, doe je het nog? Dan. Zit er nog een duimpje in? Hoi. Ik was leuk. Hey, wel rust. Jongens, kijk eens even. 13,3. De tactiek jij te werken buiten de voerstek. En ik had al één vis verspeeld. Ik kreeg een heel kort runnetje. Ik pak hem op en ik voelde niks. En dit is denk ik een uurtje daarna. Ja, want ongeveer 11 uur had die andere vis. Dus een heel mooie spiegel. Eigenlijk mijn ene grootste. Je ziet de staart die erop zit. Hij was lekker sterk. Even het andere kantje. Maaskantje. Maaskantje. Ruud, ben je van het andere kantje? Nee, zeker niet. Sorry. Ja. Ja, jongens, een spiegel met karakter. Fortuna, hij mag weer terug. Nou jongens, buiten de voerstuk vissen, dat heeft dus niet alleen maar grote weer op. Ja, dat is weer best wel een knol. Kwart over het is veel te sterk, blijf maar diep. Ja, dan heb je een hele hoge verwachting, maar dan valt het eigenlijk met je tegen. Oprecht, ik dacht, het kon wel een dikke zijn, maar nee. Ik graag, als ik het ver krijg met Chit en Daniel. Maar goed, we gaan weer opnieuw uitvaren en dan... Laatste nachtje, hè? Laatste nacht, fingers crossed. Zo jongens, het is 6:50. Ik heb hier een mooie spiegel in het net. En ik heb hier een derde hengel, die ga ik binnendraaien. Die ga ik om het hoek krijgen. Zoals ik gezegd, halve zak polder gevoerd. Ik geef het een paar uurtjes tijd, ik denk dat we rond 11 uur gaan opruimen. En ik hoorde net een vis springen, dus ik heb goede hoop erop. Ik ga hem neerleggen en dan, als die afgaat, dan zijn we erbij. We nemen alles mee op film, dus ja, Dick, ik zal de spiegel even laten zien. Ook even in de zak, die gasten die slapen. Maar hij is mooi hoog. Gaat toch al richting de 15 kilo. Dus dat is wel heel mooi. Ben ik blij met toch even de tweede mooie spiegel van de nacht. Eindelijk, in plaats van alle knollen. Dus genieten. Nou jongens, morgen. Ondanks dat het eigenlijk windstil is, zoals je ziet. Dus deze nacht niet goed voor mijn nachtrust geweest. Je ziet hier string 1. Er zit een hele mooie spiegel in. Dik in de 20. Even kijken met de derde hengel, die heb ik op die nieuwe stek krijgen. Die is nog niet afgegaan. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier Daniel die aan het slapen is. En net ging die weer af. Hij zwom zich vast achter een teut. Ik ging met de boot halen. Echt een bizar lange bootrail. En een dikke schub in het net. Best wel dik. Nou, die Daniel die slaat niet meer lekker hoor, met die zon in zijn bakken. Je hoort het. Gek. Je hoort het. Maar die schub zal wel blij zijn dat ik hem gevangen heb, want hij had nog een andere onderlijn in zijn bek. Oeh. Dus dan... Is dat zeker een van jouw 15 andere onderlijnen? Nee. Nu is hij er 2 minder kwijt. Dus dat is mooi. Hoe is het maar? Mark je meteen uitgehaald? Ja, hij ziet er goed uit. Je kan zo op Tinder. Je kan bellen, hè, dames. Nee, mannen toch? Oh. Jij was van de mannen vooral. Okay. Yes, good morning! Lekker zonnetje. Wietse is weer lekker actief. Levendig Chit ook. Goedemorgen. Hey. Mijn water gaan atten. Lekker man. Hoe is de nacht bevallen? Tuimpjes omlaag? Helemaal geen gevangen. 5 runs. Wietse wel weer 5 runs. Waas. Met zijn topstekkie. Hij heeft nog 2 vissen in de sling liggen. Die gaan we zo meteen eens even op de foto zetten. En wat is dan het plan? Snel ben ik weg hier. En naar het volgende water. Ja, dat is een verrassing. Een leuk water wat jullie waarschijnlijk al kennen. En dat komt ook in een andere video. Ja. Maar die wil je echt niet missen. Die wil je echt niet missen. Zeker. En het is wel even gekut. Overigens een bosbrand hier in de buurt. Kijken of we er überhaupt wel kunnen komen. Dat is ook nog wat. Maar dat zie je vanzelf wel. Jo, nou Wiet, kom je net uit? Wietse van de ski. Kom je net uit. Duimpjes omhoog, nice. Zit er nog een duimpje in? Jongens, mooie spiegel. Mooie donker. Ik kwam ook op de hengel buiten de voerstek. Eigenlijk toch sinds ik buiten de voerstek ga vissen en alleen maar boren, geen tijgers meer voeren, iets mooiere vis gekomen. 11,8 kilo ook. Hij is een beetje wild. Gaat leuk worden met foto's straks. Maar goed.
pak even de steen erbij. Hey. Jongens, mijn andere vis. Deze had ik eigenlijk gevangen toen die gasten aan het slapen waren. Hij zal heel wild zijn. Een uurtje, anderhalf uur in de steen gezeten. Nou, leuk schuppie. Ik heb veel van dit formaat gevangen. Pootje en hij mag terug. Nee! Ik kan hier echt niet bij. Mijn hengel staat 50 meter verder. Ik heb hem om 5:30 ingegooid. Het is nu 10 uur. 10:30. 10:30. En mijn hengel is gewoon weg. En mijn pieper. Zo. Van ze, joh. Ik heb hem even gewoon gestolen. Ah. Ik denk smerig. Heb je hem niet geprankt? Nee. Ik ben niet op daarmee, hoe ken dat nou weer, jongen? Dat is wel kut. Daniel met een kromhengel, hoe kan dat nou? Pietje zeg maar, hij is even op een speur toch? Stolen, dus zijn linkerhengel ervan hoor. Het kan best wel eens een dikke zijn, misschien wel de dikste van Pietje. Zet een lachen, zei dat hij kan binnendraaien. Jongens, ik was tevergeefs aan het zoeken naar mijn hengel, maar het mocht niet baten. Zo zonde, sowieso een set van ruim 300 euro kwijt, samen met een pieperhengel om alles te steunen. Maar goed, dus toen hoorde ik Daan en schreeuwen, beetje beet. Dus nou, lange drill, beefjakkeraar. Ja, mooie vis, 11,8 kilo. Fotootje en dan mag hij terug. Ga maar. Ja, jongens, prachtige schip. Het echt een scheve kop in dat. Zo. En jullie paraplu. Lekker hoor. Zo, het is een enorme tyfuszee. Hé hey, jongen. Het is echt een enorme tyfuszee. Maar goed, we zijn bezig met opruimen. Gaan we eens even kijken bij onze grote kleine vriend. Chitter van een ski. Yo, Goza. Hey, hoe gaat het? Ja, het is best wel zooi. Ja, we hebben echt weer veel te veel spullen. Ja. Het hele busje zit er weer vol. Echt veel. Ja, tijd voor het volgende water, hè? Het verrassingswater. Daar heb ik wel zin in. Ik heb er echt fucking veel zin in. Mensen gaan het denk ik echt leuk vinden. Ik denk dat ze het ook wel herkennen. Ja, toch? Zo jongens, het stekkie is weer helemaal schoon en daar staan ze. Ah, gang gang. Nou dames en heren, dit was het weer. Het einde van het eerste water. Ja, heb je genoten? Duimpje omhoog. Abonneer zeker voor meer. En ja, mocht je nou leuk vinden dat wij heel veel openbare video's op YouTube publiceren, kijk even op onze website dvvistien.nl. Koop een petje en polo als blijk van waardering. Ja, dan ben je baas. En wat heb jij nog te zeggen dan? Ik zou zeggen, volgende week of de week daarna, deel 2. Ga er vast voor klaar zitten. Of deel 3. Abonneer inderdaad. Of deel 3. Kan allemaal. Op naar het volgende water. Abonneren. Abonneer. Tjallas. We gaan je zien.